Het is belangrijk dat er een platform komt voor exportgewassen in Suriname. Vandaag is er een aanvang gemaakt met het opzetten van dit platform, vertelt Ashmi Jairam, National Project Coordinator van het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, in gesprek met onze redactie. Vandaag zijn we dus hier om samen met alle stakeholders een visie te ontwikkelen voor dit platform voor export. En ook een plan te ontwikkelen voor 5 of 10 jaren. Dat gaan de mensen zelf beslissen in werkgroepverband. Maar natuurlijk ga je vooruitkijken. Wat gaan wij over 5 jaar, wat wil je over 10 jaar? En je houdt rekening met Sustainable Development Goals, waarin je als land ook hebt gecommitteerd. Dus wordt dat plan dan in deze sessie opgesteld met de bedoeling dat in een volgende tweede meeting van dit platform dat plan wordt gevalideerd, goedgekeurd met meerdere spelers erbij die hun goedkeuring daaraan geven en natuurlijk uitvoering van dat plan in eerstvolgende stappen. Jairam zegt verder dat het belang van het platform voor exportgewassen al vanaf 2018 naar voren is gekomen. Interviews met belanghebbenden in de agrarische sector hebben de noodzakelijkheid ook uitgewezen. Een platform voor cassave is eerder opgezet en dit bleek zijn nut te hebben, meent Jairam. Logistiek is er al, onder andere naar de EU. Producenten zijn er, exporteurs zijn er. Er wordt al samengewerkt. De samenwerking kan natuurlijk beter. En dat kan onder andere versterkt worden in dit platform waar alle stakeholders, al die spelers bij elkaar komen. Vanuit input suppliers, mensen die de machines leveren, mensen die plantmateriaal verkopen, zaden onder andere, producenten, verwerkers, exporteurs. En later gaan we ertoe over om ook de andere spelers erbij te brengen, bijvoorbeeld voor distributie en retail. En dan bedoeling is in platformverband samen te kijken naar oplossingen en daaraan toe te werken. Vandaag is de eerste sessie van het project georganiseerd. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij verrichtte de opening. De training wordt verzorgd door een specialist van de Food and Agriculture Organization, de FAO.